Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Klein Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we de allerlaatste paasvideo van dit jaar maken. Er komen natuurlijk daarna nog heel veel mooie voorjaarsstukken en ja, andere mooie bloemstukken. Maar speciaal in het thema Pasen is dit de laatste van het jaar. Je kan er nog meedoen met een winactie om de voorjaarskrans te winnen. Daarvoor kan je naar de vorige video gaan. Ik zal hem even in het i'tje zetten hierboven. Dan kan je meedoen door een leuke reactie achter te laten en een duimpje omhoog te doen. Volgende week wordt de winnaar al bekendgemaakt, dus woensdag, de volgende video. En wil je dit pakket bestellen waar we nu mee aan de slag gaan? Ga dan naar www.uonlinebloemist.nl of ga naar de beschrijving. Daar vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen. Goed, heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Ik heb een hele mooie schaal, een mooie stevige schaal en een ei. En hier heb ik al eventjes krukjes onder bevestigd. Die heb ik gewoon even met warme lijm vastgeplakt. Dan gaan we allereerst eventjes de oase in de schaal zetten. En de zijkantjes snijden we even schuin af. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Ik heb de oase natuurlijk al nat gemaakt. Let op dat je oase nooit onderdrukt. Niet onder de kraan houden, maar gewoon zelf vol laten zuigen. Hierbovenop bevestigen we wat mos. En dit zetten we even vast met een krammetje. En daarbovenop zetten we het ei. Ik doe er bewust mos onder, zodat niet gelijk het water in het hout trekt. Zoals je ziet hebben we nu al echt een hele mooie basis. Dan ga ik beginnen met asparagus en die zet ik er omheen. Dit doe ik mooi compact. En ik schik hem aan alle kanten mooi, zodat je hem gewoon mooi op tafel kan zetten. Maar je kan natuurlijk ook voor kiezen om één kant mooi op te schikken. Dan heb ik gipskruid en ook die verwerk ik er kort in. Ik hou een beetje de rand aan van de schaal. Dus ik ga niet veel... Kijk, de asparagus gaat wel iets buiten, maar de rest van de bloemen zorg ik dat binnen de schaal blijft. Dan hou je mooi die ronde vorm erin. Ik snij natuurlijk alle bloemen schuin aan. Dan heb ik mooie distel en ook deze werk ik met de schaal mee. Afhankelijk van hoeveel distel jouw tak heeft, verdeel ik die gewoon rondom de schaal. Kijk hoe leuk die basis al is. Dan heb ik mooie roze roosjes. En ook deze verwerk ik op dezelfde manier. Dus ik werk weer rond en ik hou die vorm van de schaal aan. Ik snij natuurlijk alle bloemen goed schuin aan. En die zet ik ook wat hoger en ik hou hem een beetje in verbinding. Dus dat je als het ware een beetje als een biedenmeiertje steekt.
doe ik nog even wat asparagus in de lucht. Zodat het wat meer meeloopt met het ei. Naar boven. En dit doe ik ook aan beide kanten. Dan heb ik mooie scabiosa bolletjes. En ook deze laat ik even meelopen met het ei. Mooi speels wat. En hier zit een touw omheen. En het leuke is dat je hem daar even achter kan klemmen. Er zit aardig strak eromheen. Dus je moet wel even kijken dat je dit voorzichtig doet. Zo verbind je het ei eigenlijk ook wat meer met het stuk. En dat doe ik net op 3 verschillende hoogtes. En dat doe ik weer aan beide kanten. Wil je nou alleen aan één kant het bloemstuk mooi hebben, dan kan je natuurlijk ook de scabiosa allemaal aan één kant doen. Dat is ook leuk. Dan vul ik de gaatjes nog even verder op met mooie lisiantes. En die verwerk ik mooi compact, dus tussen de roosjes. Zodat het mooi overloopt en het mooi met elkaar in verbinding blijft. Ook de knopjes hier doe ik daartussen, want dat vind ik juist heel erg mooi. Dan vind ik het mooi om nog een klein takje, dus een klein zijtakje, in de hoogte erin te doen. Om weer eventjes die verbinding te versterken. Eentje doe ik weer wat korter. En dit doe ik ook aan de andere kant weer. En om nog even weer het grijzige van het ei terug te laten komen, doen we dat een heel klein beetje subtiel in het stuk onderin. En dan zou je eventueel ook nog even, mocht je nog wat gaatjes hebben, dat je nog een klein beetje oase ziet, dat zo kunnen opwerken. Wegwerken, sorry. En dan is het dit, het paasstuk. Een heel mooi royaal stuk. Wil je dit pakket bestellen? Ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder het kopje cursuspakketten. Wees er snel bij, want op is op. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Deel het dan op Facebook of Instagram. Dan maak je elke maand ook nog eens kans op een leuke prijs. Elke maand maak je dan kans op een cadeaubon te waarde van 15 euro. Heb je geen Facebook of Instagram? Dan kan je ook een leuke review achterlaten op Google. En dan doe je ook mee. Goed, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Je kan dus nog meedoen aan de winactie van de vorige video. Ga dan naar de vorige video of naar het i'tje hierboven. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie jullie mij de volgende keer weer.